VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van VVV TV. We blikken vandaag terug op de wedstrijd tegen Jong PSV en dat doen we als eerste met Tristan Dekker. Hij stond na een zware blessure weer voor het eerst sinds 13 februari in de basis en dus was het voor hem een bijzondere avond. Ja, mooi. Echt mooi eigenlijk wel, ja. Lang op gewacht. Op zich kwam het nog best wel sneller dan ik had gedacht uiteindelijk. Maar ja, het ging gewoon goed en helaas hebben we niet kunnen winnen. Maar voor mezelf en voor mijn familie wel een heel mooi moment, ja. Je rentree had je al gemaakt als invaller. Hoe anders was het om nu weer te beginnen? Dit is wel anders, ja. Het is, zeg maar, ja, dan doe je de warming-up gewoon weer volle bak. De wedstrijdspanning is anders. Je weet dat je gelijk aan de bak moet. Dus ja, dit is wel lekkerder eigenlijk, ja. Hoe voel je dat ging? Ja, ik was op zich wel positief. Als ik zo naar mezelf kijk, dan vond ik... Ik heb wel wat dingen kunnen doen. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn en ik denk dat het ook eigenlijk als team zo was. We hebben veel dingen goed gedaan, maar ook heel veel dingen slecht. En genoeg verbeterpunten, zowel individueel als team. Dekker zit nog niet op 100%, maar is ervan overtuigd dat hij snel weer op zijn oude niveau zit. Ja, ik denk als mijn fysiek top is, dan gaat mijn voetbal ook beter worden. Ik merk vooral nog zelf soms in mijn bewegen dat het nog niet helemaal ging zoals ik gewend ben van mezelf. Maar ik moet mezelf wel een beetje tijd gunnen op dat vlak, denk ik. Ik kan niet van mezelf verwachten dat ik gelijk op mijn oude niveau ben. Ik heb wel heel hard gewerkt, zowel fysiek als conditioneel. En ik vond op zich dat dat wel redelijk goed ging. Alleen, ja, zoals ik al zeg, als voetbal en als fysiek conditioneel kan ik nog niet al gelijk terug zijn op mijn oude niveau. Het is vooral gewoon kijken naar elke wedstrijd, wat de reactie daarvan is op mijn enkel, op mijn been. En ja, ik denk dat ik dat dan per week ook een beetje moet aankijken. Wanneer ik een paar keer 90 minuten achter elkaar gespeeld heb, dan zal ik wel echt op mijn oude niveau zijn. Want hoe was die reactie nu, na de wedstrijd? Ja, het was er wel, zeg maar. Ik had wel best wel veel last van, best wel stijf was mijn been, mijn kuit. Dus, maar niks geks of zo, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dan gaan we verder met onze hoofdtrainer Rick Kruijs, die tegen Jong PSV dus genoegen moest nemen met 1 punt. Hoe blikt hij terug op de wedstrijd van afgelopen vrijdag? Gemengde gevoelens, 1-0 voorgestaan lange tijd, dat je hem zo vlak voor tijd tegenkrijgt. Dat deed wel pijn. Aan de andere kant moet je ook verder kijken en heb je gezien, vooral spel aan de bal, dat het bij momenten er gewoon goed uitzag. Jong PSV is een goede ploeg. Hebben ons in fases wel achteruit gedrukt, alleen nadat onze wissels het veld inkwamen had ik eigenlijk het gevoel dat we dat beter onder controle kregen. En daarom was het des te jammerder eigenlijk dat we hem nog tegenkregen op het einde. Je komt stijl op voorsprong. Hoe vond je dat het in die fase daarna ging? Ik vond ons wel een beetje op 2 gedachten hinken toen. Je komt 1-0 voor, dan moet je eigenlijk voor 2-0 gaan. Dat gaven we niet echt een vervolg met een aantal extra grote kansen. We hadden nog 1 schotkans met Daan. We hadden natuurlijk vlak voor de rust een enorme kans met Sven nog uit de goede voorzet van Simon. Nou ja, dan hoop je de tweede helft om toch die 2-0 te gaan afdwingen. Nou, dat lukte niet, daarom ook gewisseld. Nou, wat ik zeg, toen vond ik dat het... wat beter ging in het verdedigend staan. Ja, helaas konden we daar geen 3 punten van maken. Je zei, we hikten een beetje op 2 gedachten. Wat was jouw gedachte in de tweede helft? Echt die 2-0 proberen te forceren of op het einde ook juist die 1-0 over de streep trekken? Nou, in eerste instantie om gewoon voor die 2-0 te gaan. Op het moment dat je vlak voor die goal eigenlijk een paar goede momenten naar voren had, dacht ik van, nou ja, hè. Goed dat we voor die 2-0 gaan. En zag ik eigenlijk niet meer het aankomen dat we die 1-1 tegen zouden krijgen. Het was onnodig. Aan de andere kant waar we nu staan en waar we vandaan komen, zie ik wel heel veel goede stappen in het elftal. Ik denk dat we ook een goede positionering op de ranglijst hebben. Nou ja, en vrijdag moeten we er weer voor zorgen dat we dat vasthouden. Kruijs kreeg in de wedstrijd tegen Jong PSV een flinke tegenvaller te verwerken. Doelman Lucas Sima raakte namelijk geblesseerd aan zijn enkel en kan dit kalenderjaar niet meer in actie komen. Dat betekent dat Ennio van der Gouw vrijdag zijn basisdebuut gaat maken. Ennio is te vervangen. Ennio is eigenlijk al de hele voorbereiding tot nu heel goed bezig. En wat ik toen al zei, dat was best wel een lastige keuze, omdat ze allebei hun kwaliteit hebben.
Maar NEO heeft zich de hele tijd eigenlijk voorbereid op dit moment. En ik denk dat hij daar gewoon klaar voor is. Is de rest van het team ook klaar voor Telstar? Ja, we hebben verder geen blessures. Sam Dirks kan ook weer aansluiten. Dus dat betekent dat we een volledige groep hebben. Met Van der Gouw in het doel neemt VVV het vrijdag op tegen Telstar. En dat is volgens Kruis een hele andere tegenstander dan Jong PSV. Ja, dat zou een andere wedstrijd worden als Jong PSV natuurlijk. Maar vooral het spel aan de bal. Kijk, Jong PSV heeft een aantal hele vaardige spelers die heel comfortabel zijn met de bal. Dat is met alle respect bij Telstar minder. Maar die hebben wel weer een paar ervaren jongens lopen. Waar we natuurlijk rekening mee moeten houden. En die je geen moment uit het oog kunt verliezen. Na het gelijkspel van de vorige week vindt Kruis het fijn om direct weer in eigen huis te spelen. Hij hoopt de Venlo'se fans dit keer wel te kunnen trakteren op een zegen. Ja, tuurlijk. Sowieso is het fijn spelen hier in de Koel. Sowieso is de support van alle mensen in Venlo hartstikke fijn voor ons. Dus zullen we ze zeker wat terug willen geven aankomende vrijdag. Afgelopen maandag ging Rick Kruis samen met assistenttrainer Jai Driessen op bezoek bij partnerclub MVC 19. Daar bezorgde hij de G-voetballers een bijzondere trainingsavond en dat leverde mooie beelden op. We sluiten deze uitzending af met een interview met Willem Jansen. Vorige week tekende Tijmen Verheijen namelijk zijn eerste profcontract. En daar is onze technisch manager erg blij mee. Ja, absoluut. Altijd mooi als een eigen jeugdspeler zich doorontwikkelt tot op dit moment al basisspeler. Dus we zijn al een tijdje natuurlijk met hem in gesprek. Dit seizoen natuurlijk heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en vanaf dag 1 heeft hij zich laten zien. En iedere wedstrijd ook tot nu toe nog in de basis gestart. Dus deze verdiende die meer dan ooit. En hartstikke mooi dat nogmaals weer een product uit de eigen opleiding zo goed zich manifesteert. Dus, ja. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van de filosofie van de club, hè? Nee, absoluut. We investeren natuurlijk in de jeugdopleiding. Het is geweldig natuurlijk dat dan weer op deze manier zich uitbetaalt. En natuurlijk ook een heel groot compliment aan iedereen die binnen de jeugdopleiding actief is. Het is niet alleen een speler, denk ik, die zich voegt bij de eerste selectie. Maar die zich gewoon al heeft laten zien als basisspeler. En ook al dat hij van meerwaarde is en beslissend kan zijn. Dus... absoluut de filosofie van de club. En we hopen dat natuurlijk nog na Tijmen nog met meer jongens te kunnen doen. Is hij een voorbeeld van hoe snel het kan gaan eigenlijk? Want vorig seizoen speelde hij nauwelijks. Nu is hij uit het niets basisspeler eigenlijk. Kijk, dat Tijmen altijd talent heeft gehad, dat was natuurlijk al bekend. Hij stond natuurlijk er goed op al binnen de jeugdopleiding. Vorig jaar natuurlijk al onderdeel ook van de selectie geweest. En dan heb je soms ook te maken met de ontwikkeling van een jongen zelf. Maar ook hoe werkt een technische staf en een hoofdtrainer met Tijmen, met zo'n speler. En dan zie je dat het dan inderdaad heel snel kan gaan. En heel veel vertrouwen in hem en vooral de hoofdtrainer, ook Rick, die vanaf dag 1 het talent in hem zag. En dan zie je ook inderdaad dat hij met dat vertrouwen zich... En met vooral natuurlijk de werkethiek die Tijmen zelf heeft en ambities, dat je heel snel kan gaan inderdaad. Naast Tijmen hebben de afgelopen tijd heel wat spelers hun eerste contract getekend hier. Maar dan spelers van buitenaf die jullie gehaald hebben. Hoe blik je terug op de transferperiode?
Ja, uiteindelijk zijn we denk ik heel tevreden. We hebben van een aantal jongens hebben afscheid genomen. We hebben natuurlijk best wel wat jongens ook wel toe kunnen voegen. Waarbij ook de laatste twee natuurlijk op het allerlaatste moment ook waren. Dat was natuurlijk ook wel spannend. We hadden natuurlijk wat taken te staan en we zijn met veel jongens bezig geweest. En waren ook een aantal keer dichtbij bij bepaalde jongens. Maar uiteindelijk ging het op een uiteenlopende reden ging het toch niet door. En dan tikt de tijd wel een beetje door, maar we zijn altijd rustig gebleven. Vanuit een bepaalde filosofie zijn we blijven denken en blijven werken. Ook belangrijk natuurlijk binnen de budgetten die we hebben. Om gewoon verantwoorde keuzes te maken. En dan zie je ook dat op de laatste momenten dan toch nog jongens ook beschikbaar komen met heel veel kwaliteit. Want een Daan Huisman bijvoorbeeld, die was tot een dag van tevoren eigenlijk niet haalbaar. En dan is dat uiteindelijk heel mooi hoe dat dan toch nog tot stand komt. En uiteindelijk hebben we denk ik een hele complete groep. Hebben we een grotere groep natuurlijk dan dat we van start zijn gegaan of geëindigd vorig seizoen. Dus ik denk dat we qua karakters ook goede jongens hebben kunnen halen. En nogmaals, ik denk dat we tevreden kunnen zijn over de selectie die er nu staat. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.